Art en Casey, Art Schenk, Kees Verkerk. Een schaatsduo dat in de jaren 60 opkwam en de absolute top bereikte in een periode dat Nederland niet aan winnen gewend was. Over hun carrière, over hun roem en over wat dat voor Nederland betekende gaat deze avond. Goedenavond. Welkom in de Skeve Skaats, het café bij de Jaap Edebaan in Amsterdam. En hier zijn ze, de beroemdste schaatsers die Nederland ooit hebben gehad. De naamgevers van het Art en Casey tijdperk. En ook aan tafel schaatshistoricus Marnix Koolhaas, onze alleswetende gids. Hij leidt ons door de schaatsgeschiedenis. En in de zaal mensen die het alles met Art en Kees hebben meegemaakt. Hun trainers, hun tegenstanders, hun supporters en andere volgers. We kijken naar de beelden van destijds, waaronder een aantal heel bijzondere die u nog nooit hebt gezien. En we hebben het over de tijd dat Nederlanders met miljoenen voor de televisie zaten om met de krant op schoot ronde tijden te noteren. Over het oranje gevoel, de successen en over de mythe, de Art en Casey mythe. Op een historische schaatsplek waar ze zelfs een echte Kees Verkerk bocht hebben. En waar buiten de gewestelijke sprintkampioenschappen worden gehouden. Want na Art en Casey is het in de Nederlandse schaatsport nooit meer rustig geworden. Het is ook eigenlijk een historische dag. Want precies 40 jaar geleden, op 3 januari 1965, reden hier op de Jaap Edebaan twee jonge schaatsers een 10 kilometer tegen elkaar. Bij de heren was de 20-jarige Art Schenk de grote verrassing. Deze flink uit de kluiten gewassen zoon van de voormalige schaatscoach Klaas Schenk, die op de eerste dag de sprint van 500 meter in een nieuwe Nederlandse recordtijd had gewonnen, bleek ook op de lange afstand van uitstekende klasse. De stijl van Art Schenk, die op de 10 kilometer tegen Kees Verkerk reed, trok de bewonderende blikken van meer dan 5000 kijkers die de fraaie Jaap Edenbaan omzoomden. Lange tijd reden Schenk en Verkerk gelijk op. Maar toen na 24 ronden de finish in zicht kwam, had hij zijn tegenstander ver achter zich gelaten. Hij wist na 10 kilometer nog een sterke eindsprint op te brengen. Met de jonge Art Schenk heeft zich een nieuw schaatstalent aangediend, waarvan Nederland nog bijzonder veel mag verwachten. Ja, Art Schenk en Kees Verkerk op die afsluitende afstand van het Nederlands kampioenschap van 1965. Kees Verkerk, ooit dit gezien? Nee. Nee. Hart? Ja, dat witte shirt, dat herinner ik me nog wel een beetje, maar de beelden niet. Nee, want dit komt uit het Polygoonjournaal, dus dat was toch gewoon in de bioscoop te zien. Maar ja, zo ijdel waren jullie dan toch ook weer niet? Niet, nee. Geen film. Trainen, denk ik. De coach die zei... Tuurlijk, veel trainen. Ja, was geen tijd voor de bioscoop. Nee. Maar goed, wanneer begon het eigenlijk met Art en Casey? Het begon eerder. Het begon op 17 februari 1963 in die extreem lange en strenge winter. Een maand na de Elfstedentocht die Reinier Paping won. In het dorpje Graft in Noord-Holland werd op natuurreis een grote wedstrijd gehouden. En daar stonden ze voor de allereerste keer tegenover elkaar. En het werd gefilmd door de Graftenaar Cornet. Hier zijn deze nooit eerder vertoonde beelden. Een invitatietoernooi van de Grafter IJsclub. Een grote vierkamp zelfs, met op zondag een heuse 10 kilometer. Op het Miewijd, het plaatselijke polderwater. Het vriest meer dan 15 graden. De toeschouwers hebben op zaterdagavond een optreden kunnen meemaken van zangeres Anneke Grunlo in het naburige De Rijp. Art Schenk en Kees Verkerk loten tegen elkaar op de laatste afstand. Ze laten daar alle gevestigde namen achter zich en worden 1 en 2. Art wint de 10 kilometer in 18 minuten en 7 seconden. Kees wint het eindklassement. Dit is de huldigingsfoto van de 10 kilometer. Links Kees Verkerk, midden Art Schenk en rechts Piet Modder. Ja, Art Schenk, herken je jezelf nog als je die beelden zo ziet? Ja, er zit wel herkenning in. Het bovenlichaam wat veel te ver doordraait. Alle fouten die er later uitgehaald zijn ten dele, die zitten er allemaal nog prachtig in. Dus het zal wel een lompe kracht geweest zijn, denk ik. Kees Verkerk, herken je ook nog alle fouten bij jou die er later uitgehaald zijn? Nou, het was natuurijs natuurlijk en het ijs zal wel hier en daar wat plekjes gehad hebben. Maar ja, we reden daar niet zo goed als we net een 10 kilometer gezien hebben hier vanuit een jaar later in Amsterdam. Dus het is trainen geweest. Was het ook, want het is natuurlijk allemaal wel trainen, maar ik hoor Anneke Grunlo. Het was volgens mij ook wel een soort reizend schaatscircus, of niet? Ja, wij waren natuurlijk veel op pad. En vooral die winter daar.
Ik geloof dat ik 28 wedstrijden reed in 30 dagen. Wim de Graaf, u schaatste toen ook nog mee, hè, in die tijd? Ja. Later de jongens getraind, maar toen nog een van de meeschaatsers. Ja, ik heb ze dus nog meegemaakt als schaatsenrijder zelf ook, ja. Had u toen wel het idee, toen zij aan het schaatsen waren, van die worden groter dan ik? Nou, eerlijk te zijn niet. je bent als schaatsenrijder toch ook dikwijls helemaal met jezelf bezig. En je kijkt toch echt niet rond om andere nieuwe ontdekkingen te maken. Nee, ook niet dat je denkt, nou, die doet het zo goed, dat kan ik gewoon niet. Ik moet eerlijk zeggen, nee, die Graft heb ik dus zelf ook meegemaakt. Ja. En het is maar toch niet opgevallen. Jammer. Ja. Bram Kruithoff, u zat maar achter dat stuur. Hoeveel kilometer maakt u in zo'n winter? Ja, dat was wel wat, hoor, Kees. Dingen die ging ook nog eens mee Gerrit Bekaste, Kees. Klopt. Nou, dan met aard. Dan ging al die wedstrijdjes in Noord-Holland af. Maar op een gegeven moment moesten we naar huis, want de koffer zat vol met bekers. Maar Kees, daar kon niks meer bij. Maar jullie moesten gewoon stoppen omdat er geen beker meer bij kwam. Ja. En, goed, Marnix, die wedstrijd in Graft, hè, was dat nou wat was daar nou het belang van achteraf? Nou, het was een hele memorabele wedstrijd zoals er in die winter tientallen werden gehouden. Maar het fascinerende was dat zo'n dorp zo'n tweedaagse wedstrijd organiseerde. En dat hele dorp daarvoor in touw was. En als je dan nu nog hoort, ik ben daar toevallig vorige maand op de jaarvergadering van de ijsclub geweest. Wat die mensen allemaal nog weten. Het is de belangrijkste gebeurtenis in de naoorlogse geschiedenis van Graft geweest. Die tweedaagse wedstrijd. Bijna burgeroorlog met de Rijp vanwege Anneke Grunlo. Want die wilde natuurlijk het publiek hebben. En zij wilde het publiek voor de schaatswedstrijd hebben. En de herinnering aan al die schaatsers die daar geslapen hebben. Het bed waar Kees in geslapen heeft, daar heeft daarna in Graft niemand meer in geslapen. Dat mocht niet. Het was een gezin met 8 kinderen, maar ze zei, nee, daar heeft de kampioen Kees Verkerk in geslapen. Daar mag niemand meer in slapen. Wat is er gebeurd in dat bed, Kees? Het historisch belang van die wedstrijd is ook dat op basis van die uitslag Art en Kees in de kernploeg terecht zijn gekomen. Ja. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dus je kan zeggen, de conceptie van de mythe ligt in Graft. Ah, vandaar dat bed. Goed. Die winter van 1963, toen er ook nog een autorally over het IJsselmeer werd gehouden, dat was natuurlijk een gouden tijd voor schaatsend Nederland. Maar in de meeste jaren hadden wedstrijdschaatsers het hier erg moeilijk. Schaatsen was vooral wachten op ijs. Soms kwamen ze jaren niet aan de beurt. En meestal maar een paar dagen per winter. De Zutphen worden de schaatswedstrijden verreden om het kampioenschap van Nederland. De 5000 meter gaat voornamelijk tussen Havekotte en Keizer. Havekotte wordt winnaar in 9 minuten 18 16e seconde. Het dooide behoorlijk, of beter gezegd onbehoorlijk, toen op de tweede dag het laatste nummer de 10.000 meter verreden moest worden op fondantijs. Alleen Wim de Graaf had geluk doordat hij in de eerste serie reed. Het ijs was toen nog niet helemaal tot moes gereden. Met een tijd van ruim 23 minuten had hij 6 minuten meer nodig dan kort tevoren tijdens de Olympische Spelen. Voor Kees Broekman was het al een uitgemaakte zaak dat hij met zijn zware gewicht geen kans zou hebben op dit borstplaatijs dat met de minuut slechter werd. Hij en Gerard Maarsen geloofden het wel. Ze boden elkaar geen strijd op de 10.000 meter en bleven pal naast elkaar rijden, diepe sporen trekkend in de stroeve ijslaag. De nieuwe Nederlandse kampioen Wim de Graaf weigerde sportief om voor de te makkelijk verworven titel een ererondje te rijden. En dan was er ook nog het gewestelijk kampioenschap van Gelderland in 1961 op de ijsbaan van het dorpje Angeren. De uiteindelijke winnaar was Giel Laurens, een oud kernploeglid. Maar voor een flitsende eindsprint zorgde deze onbekende rijder, de later zo succesvolle schaatscoach Leen Frommer. In Angeren hadden ze ook nog een handenvol aan een geïmproviseerd potkacheltje dat door het ijs dreigde te zakken. Ja, Jaap Havekotte, Nestor van het schaatsen in Nederland. U won daar in Zutphen in 1942 de 5 kilometer. Maar u verloor nogal wat tijd, hè, geloof ik. Ja, toen was het nog mogelijk dat iedereen inschreef voor het kampioenschap van Nederland. En toen was er een Mulder uit Zwolle. En die had ook ingeschreven. En vader die kerel nog nooit gezien. Hij had nog nooit een wedstrijd gereden. En dan moest ik de 5 kilometer tegen rijden. Nou, ik haalde hem na 5 ronden in. En toen in de bocht het publiek schreef en ik opzij, maar hij wilde niet mij laten passeren. Ik denk, nou, dan ga ik hem buiten om. Maar op het moment dat ik naar buiten ging, ging hij ook naar buiten. Nou, toen heb ik hem beet gegrepen en zo in de sneeuw gegooid.
Ja. Hey, heeft u hem later daar nog over aangesproken? Ik heb die man nooit meer teruggezien. Nee. Maar hij kostte me wel een Nederlands kampioenschap. Want als ik daar ik had twee seconden verspeeld in die ronde, kon ik later zien in de tabellen. En als ik die twee seconden eraf haalde van mijn tijd, was ik kampioen van Nederland geweest. Ja. En dat allemaal dankzij de meneer Mulder uit Zwolle. Ja. Goed, meneer De Graaf. Kampioen worden op een 10 kilometer in 23 minuten, dat is meer klunen dan schaatsen, hè? Dat was het, ja, het was het. Maar ik greep mijn kans. Mijn paaier was mijn favoriet vroeger. En die kon heel mooi langs het sneeuwrandje rijden. En langs het sneeuwrandje lag nog een iets harder stukje ijs dan in het midden van die baan. Ah ja, en dat zocht u op? En dat zocht ik op. En ik reed tegen Reinier Paping. En ik ben toch wel trots. Ik haalde Reinier Paping 2 ronden in. Ik doodde hem 2 keer. Doordat ik zo fanatiek mijn kans greep. Ja. Nou ja, goed. Gefeliciteerd. Alsnog 23 minuten in de 10 kilometer. Daar zullen velen het nog lang over hebben. Goed. De professionalisering van het hardrijden. U begrijpt dat het met dat soort ijs, daar waren ze wel aan toe. En dat is pas mogelijk geworden door de komst van de kunstijsbaan. Amsterdam krijgt in 1961 de eerste en Deventer het jaar erop de tweede. Hoe reageerde de schaatsbond eigenlijk op die overgang? Ja, dat was natuurlijk een enorme omslag. Je had tot die tijd, dat zagen we net, dat schaatsen op natuurijs. Ja, dat ging maar eens in de zoveel jaar. En vanaf het moment dat de kunstijsbanen kwamen, kon er gewoon elk jaar regulier vanaf oktober getraind worden. En dat betekende dat er professionalisering kwam binnen die schaatsbond. Tot die tijd was het artsenvader Klaas die de kernploeg trainde. Maar vanaf dat moment hebben ze in de schaatsbond gezegd, nee, wij willen het Noorse model, dat was heilig. Die Nooren die waren 1 tot en met 4 geworden bij de kampioenschap. Dus dat model werd gekopieerd. Daar wilden ze dus een professionele trainer. Iemand die een gymnastiekopleiding had gehad. En op die manier moest er gezorgd worden dat dat de prestaties omhoog gingen. Hoe reageerde jouw vader daarop? Ja, hij heeft nooit zelf die directe uitspraken gedaan. Ik denk dat hij het er zeker moeilijk mee gehad heeft. Maar hij maakte ruim baan. Maar er werd niet thuis over gesproken? Nee. En ook niet door jou? Nee. Helemaal niet. Het was eeuwige zwijgen in de familie Schenk. Nou, dat viel wel mee. Daar werd aan de keukentafel heel veel dingen besproken. Maar dat soort zaken niet. Niet in het overleg van, dat moet je wel doen of doe dat nu maar niet. Hij is, zelfs met het coachen heeft hij zich niet of nauwelijks bemoeid. En dat is, je zou je kunnen voorstellen dat als vader vreselijk moeilijk is. Ja, ja. Het Zwanenwater herinner ik me nog. Dat was een prachtige mooie winter. En rij maar eens een bochtje om me heen. En dan zo in een rondje. En dan probeerde steeds maar dat bochtje te blijven rijden. Nou, dat was een soort van, je moet dus dit en je moet dus dat. En ik denk dat dat alle aanwijzingen geweest zijn die je ooit gegeven heeft. Ja. En vervolgens, als het voor sport was, dan kreeg ik de auto. En dan was het prachtig. En als Wieringenwaard 1 gewonnen had, dan was het ook mooi. En ging het niet zo goed. En ik vroeg om zakgeld en zei hij van, heb ik het vorige week al gegeven. Kijk, in 1961 was Henk van der Gift nog heel verrassend wereldkampioen geworden. De laatste echte natuurijsrijder. In 1964 zijn de Olympische Winterspelen van Innsbruck. En als de prinsessen Beatrix en Margriet de ijsbaan al hebben verlaten, dan gebeurt er toch nog iets heel onverwachts. Boven verwachting groot was de belangstelling in Innsbruck voor het hardrijden op de schaats. Op de 1500 meter kwam dankzij de taaie Kees Verkerk voor Nederland een groot succes. De 21-jarige caféhouderszoon uit Puttershoek reed, terwijl de hele Nederlandse kolonie op Spelden zat, de afstand zo snel dat hij maar 0,3 seconden achter de Rus Anson eindigde. Geweldige vreugde natuurlijk, omdat Nederland zijn woordje meesprak. Voor de jonge Kees Verkerk een zilveren medaille. Een bijzondere hulde viel op Schiphol Kees Verkerk ten deel, die daarna in zijn woonplaats Puttershoek nog eens in de bloemetjes en in een arreslede werd gezet. Ja, Kees Verkerk, dat was een onverwachte zilveren plak, hè? Ja, en die komt uit het seizoen, nu denk ik eraan, die komt uit het seizoen 63, waar ik dus 28 wedstrijden in 30 dagen en de 26 van won en die 1 afstand daar. En ik geloof ook dat het daar met ijs wat aan de hand was, want het is een föhnland. Ja, wat is een föhnland? Nou, in de sneeuw slaat de temperatuur denk ik zo'n van 0 tot plusgraden. Ja. Dat noemen ze dan een warm windföhn. Ja. En Hans Hansson, die was de grootste, die reed ver voor ons. Die won goud.
En daarna kwam ik tussen als een klein manneke en nog een Noor, Willy Haugen, daar hebben we ook nooit meer van gehoord. En ik knalde er gelijk tussenuit, want daar had ik zomers op getraind. Dat wisten hun niet. Wat deed jij eigenlijk in, wat deed jij eigenlijk in Innsbruck? Een beetje aan het... Judy, Amerikaans was ze. Daar heb ik hele plezierige herinneringen aan gehad. En uiteindelijk ben ik ook 13e geworden op die 1500 meter. En, maar ik heb van Kees begrepen inmiddels wel, de föhn heeft mij daar de das om gedaan. Ja. Kees, we hebben niet alleen die zilveren rit hier gezien. We hebben ook de volgende dag de huldiging gezien in Puttershoek. En de dag erna de grote schok. Ja. De dood van je moeder. Ja. Ik was nog vlug als je trainen, zaterdag morgens. En mijn moeder was vroeg naar bed gegaan, zaterdagavond. Zondagsmorgens werd ik nog wezen trainen in het bos. Ik kwam over hun slaapkamer binnen en ik vroeg hoe het met de was. En toen voelde ik aan de voorhoofd en het was helemaal wit. En ik was in 2 seconden beneden en het hele café was in 5 minuten leeg. Dus dat was verschrikkelijk. Maar daardoor heb ik ome Jaap leren kennen, ome Jaap Havenkotten. Die heeft toen onze familie naar hem thuis gehaald. Want ik zei gelijk, ik moet mijn kleine zusje helpen, die was 13 jaar. Dus dat is het eind van het schaatsen. En met heel wat af en toe en op en neer met ome Jaap. Dankzij hem zit ik hier vandaag nog. En deze man ken ik al 43 jaar. Wat heeft hij dan voor jou gedaan toen? Die heeft de hele familie naar zijn huis gehaald. En daar zijn we ondergebracht en daar hebben we rustig gepraat. Dat er mensen zijn en ook mijn moeder wilde dat ik door zou gaan. Want ik was nog maar pas begonnen. Ah. En daardoor reed ik ook later met haar muts rond. Twijfelde je er zelf dan aan om door te gaan? Of niet? Op dat moment dat er zoiets gebeurde in de familie. Te zeggen, er zijn hier andere dingen nodig thuis. Ik had een zusje met mijn vader alleen thuis van 13 jaar. Nou, daar hoorde ik bij te zijn, want die anderen waren al getrouwd. Dus, maar dat was een verschrikkelijke, ja. Het heeft je wel sterk gemaakt, hoor. Ja. Alle keer als ik van huis ging met die muts, dan zei ik, het leven moet doorgaan. Die muts is een bekend verhaal, hè? Die muts die, van je moeder. Ja. Heb je die nog? Ja, die hangt thuis, die gaat niet veel plekjes weg. Maar dat komt toen mijn zuster mijn koffer inpakte, want we gingen dus voor een maand of twee van huis af. En er moest dus geteld worden, zoveel onderbroeken, zoveel dit, zonder dat. En want we konden het onderweg niet wassen. En als je dan 5, 6 weken in het buitenland ging, toen zei ik tegen mijn zus, kijk, daar ligt die mis van moeder, die heeft ze gekocht voor Innsbruck, daar was ze nog net bij. En in Graft heeft ze mij ook meegemaakt, maar 2 wedstrijden. En toen zei Leni, mijn zuster, neemt die muts mee, want zij wil ook dat je doorgaat. En toen zei ik, nou, alle keer als die muts opging, dat het leven gaat door. Ja, ja. Nou, dat is ook zo. Ja. Goed, laten wij dan ook doorgaan, want er zijn nog een heleboel mooie verhalen te vertellen over dat leven wat doorging. Na het Olympisch zilver worden Art en Kees door kenners gezien als de grote talenten voor de toekomst. Eind december 1964 rijdt de kernploeg een demonstratiewedstrijd op natuurreis in het Jorwert van Geert Mak. En de plaatselijke notaris van Den Hem hanteert de filmcamera. Jorwert, 29 december 1964. Half Friesland is uitgelopen om er getuige van te zijn hoe de godenzonen van de jaren 60 verschijnen in Jorwert. Het is een paar dagen voor de Nederlandse kampioenschappen en de grote talenten Verkerk en Schenk worden uitgenodigd om er een demonstratiewedstrijd te rijden op de 1500 meter. Art is duidelijk de snelste. Hij rijdt de 1500 meter in 2 minuten en ruim 24 seconden. Kees maakt er een echte trainingsrit van en komt boven de 2:30 uit. Het zal hun afscheid worden van het Nederlandse natuurijs. Want dat wordt als schadelijk beschouwd voor hun techniek. Maar de tijd van Schenk staat nog altijd als Jorwert's baanrecord. Arts, je hebt een baanrecord en je zegt hier net aan tafel, ik herinner me er niks meer van. Nee, echt, maar ook helemaal niets meer. Zelfs de beelden brengen niets meer terug. Maar niks heeft Geert Mak hier nog iets over in zijn boek Hoe God verdween uit Jorwert geschreven? Nee, dat mag je wel een kleine omissie noemen natuurlijk van het boek. Overigens wordt de schaatscultuur wel beschreven in Jorwert, maar deze wedstrijd is aan zijn aandacht ontsnapt. Dus hoe de godenzonen verschenen in Jorwert, dat moet in de volgende druk toegevoegd worden. 5 dagen later, we zagen er al een stukje van, het Nederlands kampioenschap met Art Schenk en Kees Verkerk in de hoofdrol. Precies 40 jaar geleden, hier buiten op de Jaap Edebaan. In kleur gefilmd door de voormalige voorzitter van de schaatsbond, Herman van Laar. Een valse start voor Kees Verkerk. Hij verliest op de 500 meter zoveel tijd dat hij uiteindelijk niet verder komt dan de 3e plaats in het eindklassement. Toch beleven we hier de definitieve doorbraak van de jeugd naar de nationale top. Art Schenk is onaantastbaar. Hij wint de kortste en de langste afstand en wordt op de 2 andere afstanden 2e.
Ook bij de top 10 nieuwe namen als Peter Noltet, Jorrit Jorritsma en Frits Barting. Het Nederlandse langebaanschaatsen heeft opeens een gouden toekomst. Een jaar later, 1966, komt de internationale erkenning. Voor het eerst sinds 1905 is er in Nederland weer een internationaal kampioenschap. In Deventer, het Europees kampioenschap. Live uitgezonden door de NTS. Doorgestraald naar Noorwegen, naar Zweden, naar Finland, zelfs naar de Sovjet-Unie. En voor de buis schrijft Nederland de rondetijden mee. In kranten met speciale bijlagen. In Deventer begint Oranje's schaatsvictorie pas echt. Waar staan we nu? Op het ijs. Hier was het ijs? Hier was het ijs. Daar, ietsjes verderop de finish. Ja, hier is wel de juryhok, bovenin. Dus dan konden die kerels kijken wanneer het... Daar was het restaurant. Wat eigenlijk ooit de perstribune was. Beneden, ja. Dat stukje daar, dat was het laatste stukje van de tribune wat ze hebben laten staan. Een mooie baan? Het was een schitterende baan. Ja, absoluut. Qua sfeer en dergelijke, denk ik dat... Dat is gezellig. Gezellig, ja, zeker gezellig. En de romantiek van schaatsen nog natuurlijk, hè. Alles in de buitenlucht. Hè? Tegenwoordig is het meer couveuse schaatsen. En daar heb je onze eigen cheermasters, dat hebben we ook al in Nederland. En waar komt nu in dit 500 meter klassement onze Art Schenk? Kijk, Art en Kees die kwamen internationaal ook al een beetje opzetten. En we zeiden van nou, één van die twee die zou wel eens bij de eerste drie kunnen eindigen of wat dan ook. De verwachtingen waren wat dat betreft waren best hoog gespannen. Hele lange streken op het ogenblik op het laatste, tot rechtheid. Het zat die vol, hè, toen in 66? In 66, ja, ongeveer 20.000 man per dag. Ongeveer 20.000 man per dag. En we waren in oktober waren we al uitverkocht. Ja, maar dat kwam omdat je in februari al zei dat het bijna uitverkocht was. Er was niks meer, zeiden we. Dus. En toen wilde iedereen nog een kaartje hebben. En dat ging hartstikke goed. En dan moet nu de winst komen in het goede bochtenwerk. 39, 40, 41. Ja. Het was het eerste internationaal schaatsnooi wat in Nederland plaatsvond. Dus het was een evenement sowieso... Wat ze weer gaan niet kenden, dat is ook stampvol uitverkocht geweest. Het schaatsen was eigenlijk op dat moment enorm in opkomst. Kees van Kerk. Ik heb steeds maar in mijn hoofd dat Kees een groot kandidaat is voor een zeer hoge klassering. Dus ja, logisch dat de televisie belangstelling had om, net zoals met voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, om daar rechtstreeks verslag van te doen. Goed genokken van Kees van Kerk, uitstekend. Je had natuurlijk mensen die waren voor Kees en de mensen die waren voor Art. Maar ik geloof dat ze beide even populair waren in die tijd. Dat is niet voor elkaar onderdelen. Kees was wat joliger en wat vrolijker. En die trok daarmee de lachers wat meer naar zich toe. Hier, Art en Kees samen. Twee grote vrienden. U was de ijsmeester. Ja. Vertelt u eens, hoe ging dat, dat onderhouden van het ijs toen? Met een gietertje. Er waren heel veel gietertjes. Ja. Want als er dus echt later, vooral als de wedstrijden waren, hadden we dus rond de baan hadden allemaal mensen gestald. Met een wisser en een gietertje. En als er wel krasjes op het ijs zaten, werd gewoon dat plekje werd even schoongemaakt. Dus we hadden ook op dat moment helemaal geen dwelpauzes nodig. We konden gewoon doorgaan. Een geweldige prestatie van deze Art Schenk. Daar is hij voorbij, Renato de Riva. Geweldig, jongen. 38 seconden gelijk aan Art Schenk. Het is ongelooflijk wat onze toprijders hier doen. Het is geweldig. Magnifieke vechter. 7,49, 7,40, 7,41, 42, 43, 44, 45, 46, 7,47, 8. Dat is een derde plaats voor Kees van Kerk. Een ongelofelijke prestatie.
Toen had je, omdat Kees ook zo hoog stond... en Kees op dat moment een veel betere 10 kilometer rijder was natuurlijk als Ad... en de verschillen waren niet zo groot. Dus je dacht van, nou, Kees moet in staat zijn, laten we zeggen... om de 10 kilometer behoorlijk op Ad in te kunnen lopen. Dus toen bleven we er eigenlijk twee, hoor. Het verschil tussen Verkerk en Schenk is op het ogenblik 15 seconden... en het gaat om een Europees kampioenschap. De grote primeur eigenlijk was het toepassen in Eurovisieverband voor de eerste keer van het herhalingseffect. Oei! Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus Kees Verkerk valt. Ik pak de telefoon en bel naar Hilversum, waar dus de band mee liep om de zaak te registreren. Stop Ampex, spoel terug, start Ampex. Maar wat bleek, heel veel mensen hebben dat helemaal niet geregistreerd als zodanig. Dus die dachten dat Kees Verkerk voor de tweede keer gevallen was. Dus allerlei telefoontjes naar Hilversum kwamen daar van, is hij opnieuw gevallen? Nou, dat was dus niet het geval uiteraard. Kijk eens, zo gaat het dan toch wel. Art Schenk. Port daar Kees op om het uiterste te geven. En nog wordt het een geweldige goede tijd. Een geweldige goede tijd werkelijk. Nog binnen de tijd van Art Schenk. Waar is nou de bocht waar Kees Verkerk is gevallen? Oh, die ja. Die. En dat was, daar stond toevallig een hele supporterschare van uit Puttershoek. Met die spandoeken. En daar ging hij onderuit. Omdat hij denk ik meer naar, even naar zijn publiek keek. 10 kilometer is lang natuurlijk, dus om je concentratie vast te houden. Dus hij keek naar het publiek en toen ging hij de stroopbal in. Ja, die val heeft hem eigenlijk de titel gekost. Ja, Kees, je valt precies bij het spandoek van Puttershoek. Ja, het was namelijk zo. Ik kreeg van Anton door dat ik die 17 seconden van Art ingelopen had. Ja. En ik wist, en iedereen wist, dat het de laatste helft van de 10 keer met de sterke was. Maar dan is het zo, als je een tip krijgt van je bent er, dan ben je er nog niet, maar dan moet je nog 10 rondjes. Bedoel je dat hij uit zijn concentratie heeft gehaald? Nee, Anton Huiskes. Ja. Die gaf mij door, je bent er. En dan denk ik ben er. Maar je bent er nog niet. Ja, maar ja, zoals... Nee, maar dat heeft niks met de concentratie te maken. Dat heeft met tijd aangeven te maken. Hè? En, hè? Reageer daar eens op. Dat is een klein beetje waanzin. Nee, maar... Nee, maar het komt... Ja, nee, goed, Kees, maar... Het... ik bedoel, je geeft tijd aan. En je bent er. Dat zal ik nooit gezegd hebben. Nee, heb ik nooit gezegd, jij, maar dat dacht ik. Oh! Nee, ja, maar dat is wel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Ik dacht dat ik er was, maar ja. Ik moest nog 10 ronden. Het is ook trouwens wel zuur dat je net op het moment dat je dan valt... dat net ook voor het eerst is dat ze in Europa de herhaling laten zien. Hè? Ja, ja. Dat voor het eerst werkt. Ja. Ja. En de sfeerarts, dat jij hem staat aan te moedigen. Ja, dat een bijzondere situatie, in die tijd ook... Maar dat gebeurde en dat is in een latere fase van onze periode is dat langzamerhand een beetje weggeraakt. Maar...